In de wereld van Rijnmijn is het leven mooi. De zon straalt en het heldere water van de rivier kabbelt voorbij. Hier zijn de mensen elke dag gelukkig. Diep in het bos staat een huisje van de tovenaar op een rustige groene plek. Deze slimme wijze man bewaakt een oud boek dat de wijsheid van de wereld bevat. Aan dit alles is nu een einde gekomen. Vandaag is onze wereld in de macht van de verschrikkelijke meneer Dark die ons altijd maar pest. Nog maar enkele dagen geleden toen Bettilia de tovervee op bezoek was, drong meneer Dark mijn huis binnen en greep het boek der wijsheid. Ondanks onze pogingen om hem tegen te houden, nam hij de volledige inhoud ervan en liep ermee weg. Eerst vernielde hij nog de kaart waarop de weg naar zijn schuilplaats stond aangeduid en die ik had bijgehouden voor het geval er problemen zouden zijn. Wat moeten we nu doen? Wie kunnen we vragen om het gestolen boek der wijsheid voor ons terug te halen? Rijnmijn! Al onze hoop is gevestigd op deze held die reeds talloze keren getoond heeft hoe dapper hij wel is. No problem. Het zal een lang en moeilijk avontuur worden. De zoektocht naar het verloren boek der wijsheid zal gevaarlijk zijn. Goede reis, Rijnmijn. Wees moedig en sluw.